De vorige keer hebben we deze bewijsregel geïntroduceerd, die ons in staat stelt om te redeneren in termen van een contract. Een contract zien we, even samen herhalen, zien we als een pre-post conditie specificatie van een generical. En een generical is gewoon de procedurenaam en de formele parameters. Dus niet een toepassing van een procedure op een stel actuele parameters. Dat gaan we nu illustreren, hoe we dus redeneren over dat soort, hoe we gebruik maken van contracten in het afleiden van een recursieve aanroep. En dat laten we met name zien om een rechtvaardiging van dit contract. Dit is een contract van de factorial, zoals ik hem gedefinieerd heb met een formele parameter. En wat zegt die? Die zegt dat, of die introduceert een logische variabele z, die bevriest de initiële waarde van u. En u is dus de formele parameter, dus eigenlijk de lokale variabele van de body van de factorial. En we introduceren zo'n logische variabele om namelijk in de postconditie iets over het resultaat te zeggen. In die definitie van die factorial gebruiken we een globale variabele i om daar het resultaat in op te slaan. Naïef gezegd zou je gewoon zeggen van nou ja, maar zet u groter of gelijk aan 0 en dan i is uw faculteit. Maar dan hebben we dus een probleem, want dan hebben we dus in de postconditie van deze generical, komt die u voor. En dan kunnen we hem dus niet meer instantiëren, want de instantiatieregel die mag je alleen maar toepassen op een specificatie van die generical, waarin u niet voorkomt in de postconditie. En dan vervang je de formele parameter in de preconditie door de actuele parameter. Dus dit is een manier om dat in het algemeen op te vangen. Je introduceert een logische variabele waarmee je dus de initiële waarde van een formele parameter vastlegt in de preconditie. En dan kun je in de postconditie naar die initiële waarde van u van de formele parameter refereren om een relatie te leggen tussen de output en de initiële waarde van de formele parameters. Zonder dat je direct naar die formele parameter verwijst. Dus dat is een belangrijk trucje en dat zal veelal nodig zijn. Maar we willen dus nou dit contract rechtvaardigen. Laten zien dat dit waar is. En dat moeten we doen door te laten zien dat domweg de body aan deze specificatie voldoet. Dat was per definitie van die aangepaste regel voor recursie. Dus dat gaan we nou doen. Oh, ik heb daar hier geen animatie van gemaakt. Dus je krijgt het één keer voorgeschoteld. Goed, maar laten we er stap voor stap gaan. Ik heb het nou niet opgebouwd, maar dus we moeten laten zien dat deze preconditie en deze postconditie, of laten we anders stellen, dat de body voldoet aan deze pre- en postconditie specificatie. Nou, dan gaan we dus de regels voor het construeren van een proof outline gebruiken. Als je z-faculteit aan het eind moet gelden van deze hele if en else, dan moet die aan het eind gelden van de else-tak en aan het eind van de then-tak. Nou, als je hier geldt, dan doen we een assignment. Nou, we vervangen i door i maal u. En vervolgens, even kijken. Ja, we kunnen dus nou niet, moet ik even nadenken, hoe komen we nou hier bij? Ja, wat ik denk is dat er heel veel stappen daar gebeuren. Daar zitten nog een aantal stappen tussen. Ja, ja. Daar is de instantiatie toegepast, maar ook invariantie en substitutie. Ja, want merk op, het probleem is natuurlijk, als ik dit als postconditie neem, van die factorial u min 1, ja, dat krijg ik natuurlijk hier niet uit afgeleid. Want mijn gegeven postconditie
wat is mijn gegeven postconditie van deze factorial? Ja, daar moet ik, kan ik alleen maar gebruik maken van dit. En nu heb ik dus een aanroep op u min 1. Dus dan zou ik de regel, de instantiatieregel moeten gebruiken. Dus wat kan ik dat doen? Nou, dan kan ik hier zeggen, z is u min 1 en u min 1 groot of gelijk aan 0, factorial u min 1. En als postconditie i is z faculteit. Maar dat staat er niet, hè? Dat staat er niet. Ik heb hier alleen maar, ik heb dit gegenereerd. I is i maal u en is gelijk aan z faculteit. Maar daar moet ik nu naartoe werken. Ik moet een instantiatie vinden van die factorial, een pre- en een postconditie vinden van die factorial toegepast op u min 1, die dit impliceert. Nou, hoe ik bij deze kom, kijk, het is als je deze voorgeschoteld krijgt, dan zie je wel dat het klopt in ieder geval. Hè? Want als z gelijk is aan u en i is z min 1 faculteit, dan volgt daar natuurlijk uit dat i maal u is z faculteit. Ja? Ja, alhoewel z min 1 tussen haakjes. Hè? Het is niet de z min 1 faculteit. Maar... Ja, ja, sorry. Ja, ja. Ja. Z min 1 faculteit. Ja. Ja. Dus je ziet dat dit inderdaad dat impliceert. En dan kan ik dus... dan moet ik dus nog laten zien dat deze correctheidsformule ik kan verkrijgen uit de instantiatieregel vanuit mijn aanname. Nou, dat hebben we apart geschreven. Hè? Wat ik dus moet laten zien is dat deze specificatie, want ja, je kunt trouwens ook wel nagaan dat ik dit als preconditie nodig heb, want als z gelijk is aan u, en u is groter of gelijk aan 0, dan weet ik als ik hier inga dat z gelijk aan u is groter of gelijk aan 0 en u is ongelijk aan 0. Dus dan weet ik dat nog steeds natuurlijk z gelijk is aan u en u min 1 is groter of gelijk aan 0. Dus nou is de vraag, hè, dus ik heb dit nodig, kun je zeggen, om dus een proof outline te maken van die hele body. Dus nu blijft de vraag van ja, hoe kan ik dit afleiden? En dat doen we apart, hè, op een kladblokje. We laten nou zien hoe we van, dit is de aanname, dit is eigenlijk het enige wat we weten kunnen gebruiken voor binnenste recursie aanroepen van die factorial. Hè, dit is het contract. En dan moeten we dit afleiden voor deze concrete aanroep. En mij komt dus dat die aanroep wordt toegepast op een actuele parameter die ook weer u bevat. Dat kan natuurlijk. Recursieve calls kunnen weer refereren naar de formele parameters. Dus nou moeten we uit dit dat afleiden. Nou, laten we eens kijken hoe gaat dat. Nou, dit is de aanname. Dit hebben we gegeven. Nou, dan kunnen we de instantiatieregel gebruiken. Want u komt hier niet in de postconditie voor. Dus we kunnen u hier... in de preconditie vervangen door u min 1. Dus we krijgen als preconditie z is u min 1 en de u min 1 groter of gelijk aan 0. Maar waar moeten we heen? We moeten hierheen. Ja. Nou, z is u en i is z min 1 faculteit. Hoe krijgen we dat? Nou, z is een Fries variabele. Die komt verder niet voor in het programma, ook niet genest, hè. Het is echt een logische variabele. En we hebben een regel voor substitutie. Dat wil zeggen, in de preconditie en in de postconditie kunnen we zo'n freeze variabele vervangen door een read-only expressie. Nou, wat is een read-only expressie? Z min 1 zelf is een read-only expressie, want de variabelen die voorkomen in z min 1 worden niet gewijzigd door het programma. Ja. Dus we vervangen in de pre- en in de postconditie met behulp van de substitutieregel z door z min 1. Ja, inderdaad, dat lijkt me ook. Hè? Want die substitutieregel die is van toepassing ook voor programma's die bestaan dan uit een call. Dus die substitutieregel die hebben we voor simpele while-programma's geïntroduceerd, maar die is ook van toepassing hier. Ja, dus dan vervangen we z door z min 1.
dan krijgen we hier z min 1 is gelijk aan u min 1. En vervolgens krijgen we hier i is z min 1 faculteit. Nou, z min 1 is gelijk aan u min 1, dat is natuurlijk gelijk aan z gelijk, is gelijk aan u en u min 1 groter of gelijk aan 0. En daarmee hebben we dus deze specificatie over deze call op deze actuele parameter vanuit het contract afgeleid. Nog niet helemaal, hè? Want we missen nog een gedeelte met postconditie. Oh ja, die set is u. Ja. Ja, waar halen we die uit? Hoe krijgen we die? Ja, dan hebben we nog een andere regel nodig. De invariantieregel. We hebben nog, en dat is eigenlijk wel een, nou niet helemaal in deze context een triviale regel, maar in het algemeen, als je een assertie hebt die niet refereert naar de programmavariabelen of niet refereert naar variabelen die veranderd kunnen worden in je programma, ja, dan is zo'n assertie natuurlijk invariant. Als die aan het begin geldt, dan geldt die aan het eind. Dat is al in het algemeen het idee van de invariantieaxioma. Alleen voor recursieve calls kunnen we dat aanpassen, want deze variabele u, kijk, z komt überhaupt niet in het programma voor. Maar deze u, die wordt ook niet veranderd, want dat is een u, maar buiten de u die gegenereerd wordt in deze aanroep. Ja? Want u wordt ook niet door deze call veranderd. Want hij wordt hersteld nadat de call... Precies, ja, klopt. Hè? Want deze factorial introduceert een nieuwe lokale u, maar dat is een nieuwe. Hè? Die is onderscheiden van de... Want eigenlijk is deze u is globaal ten opzichte van deze call. Dus hier binnen genereer je een nieuwe versie van u, zeg maar op een cloudblokje. Daar ken je die u min 1 aan toe, dan voeg je die factorial uit. Maar als je eruit komt, dan herstel je er weer de oude waarde van u. Dus daarom kun je beredeneren dat inderdaad u ook geen variabele is die door dit programma veranderd kan worden. Dus dan hebben we, dit is dan een algemene instantie van een invariantieaxioma. Dus dat hebben we blijkbaar ook nog nodig, naast die substitutieregel. Maar die hebben we al gezien. Voor while statements, en nogmaals, die is ook van toepassing op recursieve programma's, maar we zien al ook de noodzaak van een additionele invariantieaxioma, waarbij je expliciet een axioma hebt waarbij je zegt van, nou ja, als een assertie niet refereert naar variabelen die veranderd worden in het programma, dan is die ook invariant, dus dan geldt die ook in de postconditie. En dan hebben we nog een keer de conjunctieregel. He, want dan hebben we dit ja, als invariantieaxioma en dan passen we dat toe. Dan combineren we deze twee specificaties met behulp van de conjunctieregel. Dus dan kunnen we de conjunctie van de precondities nemen en de conjunctie van de postcondities. En dan krijgen we uiteindelijk wat we hebben willen. Dus dat is nog best wel wat een afleiding. He. We krijgen deze specificatie niet simpelweg direct uit een instantiatie van een contract, die moeten we verder nog aanpassen. In dit geval door middel van toepassing van de substitutieregel, consequensregel, invariantieaxioma en de conjunctie. Dus dat is op zich nog een heel bewijs. Ik wil even stoppen. Een beetje irritant.